altijd weer, dus altijd ook weer. En Patek is een beetje lekker. Nooit lekker, nee, nooit. Nooit lekker is altijd weer. Ook weer. Ach kijk, dit gaan altijd een beetje ongemakkelijk zijn. Altijd, maar je hebt een ongelooflijke, vooral met wonder, dus je hebt een span achter jou wat jou ondersteunt. En die ding is, je is baie eerlijk en je is baie veerlijk. En in jouw eerlijkheid besef allemaal dat het ongemakkelijk is. En allemaal praat door die feit of herken die feit dat het ongemakkelijk is. En dan zodra wat je herkent aan elkaar dat het een beetje ongemakkelijk is, dan kom je zo af oor dit, je weet. So ja, ik ga niet maken alsof dit makkelijk is nie. Het is nooit een makkelijke ding nie, maar... als actrice of acteur besef je, dit is deel van die werk. Dus ontzaglijk ook weer. Maar het is, jij geniet, jij speelt aan het awkwardness in. Dus gelukkig is ik liever comedie, zo ik geniet het verschrikkelijk om het als pres zo awkward als mogelijk te maken. Maar eerste seizoen aan het scherm was eigenlijk met Simonijn Noordman, de Netflix speel en die kortfilm film was het. So, ja. Ik moest ook niet één keer iemand zien van het als getrouwd is. En seizoenen is zo technisch, meaning dat is een director in het land, man, en dat is altijd 10 mensen om je zo. Dus niet. Zie wat ik bedoel. Dit hangt ook af waar in die productie jij het schiet. Als jij en die actrice of acteur wat zal je speel al een tijdje gehad in elkaar te leren kennen, maak het baie makkelijker. En het hangt eindelijk baie van die regisseur af. Hoe die regisseur het hanteer, hoe sensitief hulle is teenoor dit. En ja, ik denk het belangrijkste wat mensen moeten verstaan is dat dit is ontzaglijk technisch. Dit is ontzaglijk technisch. In die middel van een seizoen word jy gestopt door die regisseur en hy sê vir jou, jou neus het nou net weird gedruk hierdie kant toe, jy moet nou draai jou kop meer so. So dit is een verskriklike technische proces. Daar is niks romantisch daar aan nie. So, vrijdag die maandskin in Roos en jy was een boom ou net, hier so by jou gezicht en hier so grips het so vir jou staan en kyk en ja, nee, dit is maar net. Yeah. Maar dit is altijd weird is om iemand anders wat jy in een verhouding meeste sien soon, maar ons verstaan het daarom altijd, want ons is in die beroep. Ja. Ek voel nooit als enige emotie is aangehecht nie. Om te kyk natuurlijk is een ander verhaal, maar opstel is baie professioneel en is baie uiterst platonies en uiterst diplomatisch. Maar dit is altijd wel omstrede onderwerp.